Hello, this is David Heine, and we're in the Willett Holthausen Museum, which is one of those sumptuous canal houses in Amsterdam. With us today is the curator, Hubert Frikan, who will tell us a little about the museum. Could you tell me the history of the museum here? Ja, het huis is nog niet zo lang een museum. Het is pas ruim 100 jaar een museum, maar als huis is het veel ouder. Het is aan het eind van de 17e eeuw gebouwd. Het is in de loop van de eeuw natuurlijk flink verbouwd naar de eisen en ook de modus van die tijd. Maar in essentie is het nog steeds een 17e eeuws huis. En how is the decorations of the house done and by who? In de loop van de eeuwen zijn de kamers natuurlijk steeds opnieuw ingericht en soms ook min of meer ingrijpend verbouwd. Dat is gebeurd met het trappenhuis in het midden van de 18e eeuw. De toenmalige bewoner, meneer Deuts, die heeft dat toen verbouwd. En die heeft ook drie prachtige marmeren beelden laten maken voor het trappenhuis die er nog steeds in staan. Het Parisoordeel stellen die beelden voor met elkaar. De Willetts, de naamgevers van het museum en de laatste bewoners van het huis, die hebben vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, van de 19e eeuw, de zaken ingrijpend aangepakt. Met name op de beletage. Daar lagen de officiële vertrekken, de ontvangstvertrekken en dergelijke. Voorname families, ja, die hadden dus bijna een hele verdieping die gebruikt werd voor ontvangst. Het theesalon, de balzaal, de antichambre. En juist die kamers hebben zij in het toen zeer en vogue zijnde Louis XVI-stijl opnieuw laten decoreren. En daarvoor hebben ze heel veel bestellingen in Frankrijk gedaan. Ze waren nogal francofiel. Ze hadden ook een buitenhuis, iets buiten Parijs, in Le Vésinet. Dus de Willetts, en dat kunt u nog steeds zien, de balzaal. Er zijn rekeningen bewaard bij de firma Braconnier et Frères in Parijs, waaruit blijkt dat de decoratieve wandpanelen en het grote Aubusson vloerkleed in de balzaal daar zijn besteld in 1865. Now the house is sometimes used for special shows. You have one now, and would you describe that? Op de eerste verdieping van het huis, waar vroeger de privévertrekken waren van de Willetts, waar niet zoveel meer van over is, want er is in ieder geval nog wel een slaapkamer te zien. Op deze verdieping heeft jarenlang het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam gezeten, tot 1962. Toen die daar uitgingen, en die kwamen hier omdat de bibliotheek van Willetts zo belangrijk was op kunsthistorisch gebied. Want hij verzamelde dus ook boeken. Toen zij eruit waren getrokken, hadden we hier een paar lege zalen. En toen is besloten om hier met een zekere regelmaat tentoonstellingen te houden die aansluiten op collectieonderdelen in de verzameling van Abraham Willett. En dat zijn vooral is dat kunstnijverheid. Dus glas, zilver, porselein, kleine ivoren, waaiers. En nu hebben we hier dus een glastentoonstelling. Hier georganiseerd mede omdat onze glascatalogus uit is gekomen. Een bestandscatalogus waar alle glazen in staan afgebeeld en beschreven. En de 200 mooiste hebben we hier in Willett opgesteld. En de verzameling is natuurlijk groter dan alleen maar die van Willett. Want Willett Holthausen, het museum, valt onder het Amsterdamse Historisch Museum. Dus behalve één zaal met Venetiaans glas en façon de Venise glas. Wat een van de toppers zijn van Abraham Willett. Is hier verder glaswerk te zien uit oud stadsbezit. Dus van colleges en prachtige roemers met gekalligrafeerde opschriften. En tot aan 19e en 20e eeuws glas. And when the people come now, they can not only see the house, but they can see the special exhibit. Could you tell me the hours that the museum is open and what days? Ja, het museum is dagelijks geopend voor het publiek, en dat is door de week van 10 uur tot 5 uur 's middags. En zaterdag en zondag zijn we een uurtje later open, 11 uur tot 5 uur. En de glastentoonstelling is nog te zien tot 11 april. Well, Herbert, thank you very much for telling us about the house. And everyone should come out and at least experience what it would be like to be a very wealthy Dutch merchant in the 19th century. Thank you.